Ik ben Inge, onderwijskundige en frontrunner. De wereld ontwikkelt zich steeds sneller. Maar hoe bijzonder is het om bepaalde ontwikkelingen een stapje voor te zijn? Het heden de technologie van de toekomst te laten ontmoeten. Door middel van technologie streef ik naar een beter leersysteem voor onze jongste generatie. In mijn onderzoek focus ik me op de verrijking van het onderwijs door het ontwikkelen van onderwijstechnologieën. Naar aanleiding van onderzoek op diverse basisscholen is het aan mij om het leergedrag te analyseren en om te zetten naar consequenties. We dagen kinderen uit context te geven aan hun interesse en hun eigen leerproces te sturen, zodat elk kind het meest uit zichzelf haalt op elk niveau. Een juiste balans vinden tussen klassikaal onderwijs en adaptief lesgeven, oftewel het doelbewust afstemmen van de onderwijsleersituatie op verschillen tussen leerlingen, dat is belangrijk. We kunnen precies bijhouden wat elke leerling doet, hoeveel fouten er gemaakt worden en in welk tempo er gewerkt wordt. Ook onderzoeken we momenteel in het lab fysiologische data. Daarmee kunnen we afwijkende momenten herkennen door bijvoorbeeld gezichtsherkenning, een rijzende hartslag of een zweetpercentage, wanneer een leerling verbaasd is of geïrriteerd. Zo kunnen we kinderen laten leren door technologie op de juiste manier in te zetten. En dat is mijn drijfveer.